Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hankook Tires, Febo, Operon, Collet Rental and Sales en Bad City. Van harte welkom bij Autosport NL, het tv-programma over de Nederlandse autosport. De komende half uur nemen we een kijkje achter de schermen bij de Supercar Challenge dat dit jaar alweer 24 jaar bestaat. Het is daarmee een van de langstlopende kampioenschappen binnen de Benelux. En dan krijg je ook een interessante mix tussen de vaste deelnemers die al jarenlang meedoen en een nieuwe aanwas van hele jonge coureurs die een intrede maken in de autosport. In deze aflevering zie je onder andere Cor Euser, de Nederlandse racelegende die al bijna 50 jaar actief is in de autosport. En ook Daan Meijer, die het nu opneemt tegen de jonge Max Jansen, 16 jaar oud toen hij voor het eerst in de Supercar Challenge reed. En de 19 jaar oude simracer Jordyn Poland. En zij zijn de klassementsleider in het GT-kampioenschap. Hoe zien beide generaties het racen anno nu? Dat zie je zometeen. We blikken nu eerst terug op seizoen 2014, waar Daan Meijer het toen ook opnam tegen een zeer jonge deelnemer, de 16 jaar oude Max Kubot. Ja, dat was echt serieus kampioenschap. Oeh, elke wedstrijd was belangrijk. En dat ging goed, ik heb heel lang aan de leiding gestaan. De Corvette was snel, mijn Porsche was snel. Maar ja, Brands Hatch ging de motor toen stuk. Daarna, oh nee, het eerste Brands Hatch was met mijn vriend Henk. Klapte hem natuurlijk in de vangrail. Tweede de motor stuk. Dus toen het kampioenschap liep echt serieuze schade op toen. Toen gingen we naar Spa, weer motor stuk. Ja, toen ging Kubot natuurlijk doorlopen. Dat was kampioenschap weg. Dat was echt jammer, dat was echt jammer. De strijd bleef ook onverminderd doorgaan in seizoen 2015 met dit mooie gevecht op de oude layout van het circuit van Zandvoort tijdens het DTM-weekend. Ferdinand Kool met de Corvette C6 GT4 is aan het jagen op Daan Meijer met de Porsche GT3 Cup 997 om de eerste plaats in de GTB-klasse. Hier zitten we dan aan boord bij Ferdinand Kool, op de bumper dus van de Porsche. Ja, het is weer even wennen als we zo de oude beelden van het circuit zien. Dit natuurlijk helemaal veranderd. Helemaal aangepast aan de komst van de Formule 1. En hier aan boord bij Kool richting het schijfvlak. Op de start van de Porsche. Een hele felle strijd die gaande is. En kijk eens wat een verdedigend werk hier van Daan Meijer. Maar kan hij daadwerkelijk de Corvette erachter houden? Pakt hier ook weer de verdedigende lijn. Zoeken dan van Kool. Die duikt er hier dan naast, zou je denken. Nee hoor, dat lukt dus niet. Goed opgevangen. Daan Meijer weet waar die gaat komen. En vangt ook hier de aanval van Ferdinand Kool dan op. Die dan vervolgens aan de buitenkant probeert. Ah, het zit goed hoor met het uitaccelereren van de Porsche 997. Maar uiteindelijk moet Daan Meijer zijn mindere erkennen in Ferdinand Kool. Meijer die in dat seizoen ook de titel uiteindelijk moet laten aan Patrick Lamster en Donald Molenaar. De jaren erna begon Daan Meijer samen met Bob Herber zijn eigen raceteam, Boda Racing. En 2 jaar geleden maakte hij de overstap naar de BMW M6 GT3 met veel hoogte, maar ook dieptepunten. Nou, het besef is dat het toch wel een gevaarlijke sport is. Kijk, dat ben ik echt wel bewust. Ik heb natuurlijk in 2022 op zolder, dat weten jullie, de brakke diff van deze auto. Wat reed ik toen? Rond 180, 190. Ik was natuurlijk echt bewusteloos. Ze hebben me eruit gehaald. Dan kom je in het ziekenhuis terecht en denk je, nou is het echt klaar. Ik doe het niet meer. Ik heb echt een jaar bezig geweest bijna om mijn nek weer goed te krijgen. En 's nachts niet slapen, in de tuin lopen. Ja, ik had ook een zware hersenschudding zoals je weet. Dus je denkt, ik stop ermee. Ik ben er klaar mee. Maar goed, hij heeft dat netjes met me gedaan. Die bleef, bekijk maar. De auto is onder een kleed gegaan, een half jaar. Toen heb ik gebeld. Ik zeg, ga het maar weer klaarmaken. Wat gaan we nou krijgen, zei hij. Ik zeg, ga het maar weer klaarmaken. We zien het wel. Ik wist niet of ik weer ga rijden. Ik wist het niet. Maar toen hebben we een testdag gedaan. Dat was begin 23. Of nee, eind 22 al. Kun je nagaan. En dan ging het gewoon weer goed. Want je moet eerst het gevoel weer krijgen. Maar de eerste 4 rondjes ben je gewoon bang. Dan ben je echt bang. Ja. Er gebeurt wel eens wat. Het is gewoon gevaarlijk. Maar ja, wielrennen is ook gevaarlijk. Over het zebrapad lopen en iemand ziet je niet, is ook gevaarlijk. Dus ja, wat moet je dan? Thuis gaan zitten? Nee, toch? Nee. Nee, blijft leuk. Daan Meijer rijdt dit seizoen samen met de inmiddels 67 jaar oude Cor Euser. Sinds 1980 succesvol in de autosport, haalde onder meer titels binnen in de Supercar Challenge. En de laatste was in 2014 met een Lotus Evora GT4.
Ik ben dit jaar 44 jaar aan het racen. En dat heb ik 44 jaar lang met plezier gedaan. Ik heb veel gewonnen. Veel kampioenschappen gewonnen. Veel races, veel pole posities. Maar ook veel pech gehad. En dat is natuurlijk ook de drijfveer om dat ook door te gaan. Net zolang tot je weer geluk hebt. Dus dat is eigenlijk een beetje het spelletje van de autoracen. Dat je je kop nooit moet laten hangen. En altijd gaat voor het beste en voor de uitdaging die weer komen gaat. Cor Heuser en Dameyer nemen het dit seizoen op tegen Max Jansen, die 2 jaar geleden dus zijn debuut maakte op 16-jarige leeftijd. De jongste deelnemer ooit in de snelste klasse. Met eveneens een BMW M6 GT3. Mijn vader die reed vroeger eigenlijk altijd. In de jaren 80 en jaren 90. Vroeger gekart heeft hij. 6 keer Nederlands kampioen geweest. En toen heeft hij de overstap gemaakt naar de autosport. Hij is begonnen toen in de Renault Clio's. En daarna is hij overgestapt naar formuleauto's. Vervolgens is hij gestopt, is zijn carrière tot een einde gekomen. Maar dat autosport bleef toch nog wel altijd leven in de familie. En sindsdien is het allemaal best wel hard gegaan. Nou ja, je ziet het nu naast mij. Dit is nog steeds elke dag als je hier op het circuit komt en je ziet dit staan. En dan te realiseren dat je hier mag rijden. Niet veel mensen krijgen die kans. Dus ik vind ook wel dat je er alles uit moet halen nu je die kans wel hebt. Maar ja, dit is gewoon het leukste wat er is in de hele wereld voor mij. Dus. Het is een GT3 auto van BMW, uitgekomen in 2016. Het is een mega snelle raceauto. Hij is gebaseerd op de straatauto M6. Maar wat ze doen bij zo'n GT3, zo'n raceauto GT3, ze maken eigenlijk alles anders. Dus je begint met het principe van een straatauto, maar dat zie je er eigenlijk niet meer in terug. Veel breder, een stuk langer, aerodynamischer. Het motorblok is helemaal naar onder en helemaal naar achter geschoven. Allemaal om dat gewicht zoveel mogelijk in het midden te houden. Dus bij GT4 auto's zie je af en toe nog wel dat het redelijk op een straatauto lijkt. Maar bij GT3 is het echt wel next level. Ja. Max Jansen rijdt dit seizoen weer samen met simracer Jordin Poland, die vorig jaar zijn debuut maakte in de autosport met deze BMW M6 GT3. Ik heb vorig jaar in februari getest, 2023. En omdat ik ook in de M6 op de simulator heb gereden, wist ik gewoon, bijvoorbeeld in de ene laatste bocht van Zandvoort, ik kom in 4e versnelling aan, dan tik ik even op de rem, schakel ik 1 versnelling terug en dan moet zo'n auto gewoon blijven plakken. En na 4 rondjes deed hij dat. Dus dan wist ik van, nou ja, het is toch een soort complimentje naar de sim, dat ze dat toch wel goed kunnen simuleren, kunnen nabootsen. Waarin ik gewoon na 4 rondjes eigenlijk op een goede snelheid zat. Dus die test die ging super. En ja, daardoor was het ook mogelijk om gewoon zo'n raceweekend dan te gaan rijden. Maar ja, niet wetende dat het zo goed zou gaan. We hebben toen die eerste race direct gewonnen op Zandvoort. En die tweede race waren we 2e. En ja, dat was eigenlijk een mega goed begin voor de rest van dat seizoen. Waarin we gewoon mega veel potentie hebben getoond qua snelheid en mega veel progressie hebben gemaakt. Ik en Max samen. Waarin we elkaar uitdagen en sterker maken. En ja, nou zijn we hier voor het 2e jaar en proberen we dat nog een keer te doen. De simulator is niet meer weg te denken uit de hedendaagse autosport. Hoe denkt de oudere generatie erover? Ik heb thuis ook een sim staan. Ik probeer het af en toe. Maar nou ja, heel simpel. Ik leg het regelmatig af. Ook wel eens zo is het echt hoor, maar op de sim druk je een knopje en die auto is weer heel. In het echt is die dus nooit heel, want dan kost het geld en dan is het echt drama. En deze twee jongens, Jordi en Max, ja, dat zijn fantastische jonge mooie gasten. Ik probeer Jordi te volgen, dat lukt. Er zat 1,5 seconde tussen. Hij gaat de hele middag op de sim zitten gistermiddag. En boem, hij rijdt 24. Laag. Ja, wat moet ik dan? Kijk toch niet mee. Hoeft ook niet. Ik vind het prima zo. Ik heb dat ooit gedaan. Ik word er ziek op. Ik ben ook, ik heb ooit eens geprobeerd om niet ziek op te worden om een baan te leren kennen. Dat is ook niet gelukt. Dus eigenlijk alles wat ik zie, ik loop wel het circuit een keer rond. Ik neem het goed in me op, maar normaal gesproken, zo was het vroeger ook, was er geen simulator. En dan ging je in 10 nog eens ook hard. Tegenwoordig zijn die technieken zo goed dat je dingen zoals rempunten, racelijnen, rembordjes, dat is in het echt, nou ja, ten opzichte van de sim gewoon identiek. Dus het helpt wel heel erg als je aankomt bij zo'n circuit die niemand kent en jij hebt alvast een voordeel dan, omdat je weet waar alles staat en wat je kan doen en wat de beste lijnen zijn. Voor de rest, je moet het toch nog wel in het echt vertalen. Dat is nog wel een andere tak. Dat blijft ook nog wel altijd lastig, want er zitten toch altijd die kleine verschillen tussen de sim en in het echt.
Maar nou ja, voor de helft ben je er al. Dus. En wat is dan het meest opvallende verschil tussen racen achter het scherm en in het echt op de baan? Ik denk toch wel echt het fysieke gedeelte. Dat ik de eerste keer in deze GT3-machine had gereden, snapte ik wel waarom een autocoureur fit moet wezen. De G-krachten, het remmen, wat je moet trappen met je benen. En ja, toch een beetje core stability door die bocht heen. Want je wil toch je benen recht omhoog houden. En ja, om daarnaast dan ook nog te focussen op het rijden. Ik denk dat dat wel een mega groot verschil is. En dan naast alle rauwe geluiden die je hoort. Als je door het grind gaat, de curbs, hobbels. Dat je hoofd, door elkaar geschud wordt. Ja, dat zijn dingen die je in een simulator niet kan nabootsen, vind ik. Het is natuurlijk een heel nieuw tijdperk nu. Met elektronica en dat soort dingen. En vroeger hadden we geen coaches. Moest je zelf uitzoeken. Moest je door schade en schande een bocht goed onder de knie proberen te krijgen. En die de slimste was, die was dan de winnaar. En nu wordt toch eigenlijk, de coaching is zo sterk. Ik doe het zelf ook met een jonge karter. Sasje van Padbos, die zijn aan het klaarstomen voor de Formule 4. En als je ziet die jongens, hoe die op een simulator dingen leren voordat ze in de auto gaan zitten. En die rijden eigenlijk de eerste ronde 2 seconden van de snelste tijd af. Nou, die snap je niks van. Wij beginnen met 10, 15 seconden. Maar die jongens die hebben dat echt door op zo'n simulator. En het is voor 99% echt. Alleen de ongelukken niet, want als je in een auto hier een ongeluk hebt, dan kan je niet even op de knop reset douwen. Dan wordt het gewoon de boel uit elkaar slopen en opbouwen weer. Wel of geen ervaring op de simulator, talent moet er echt in zitten. En Cor Euser pikt de echte ruwe diamanten er zo tussenuit. Ja, ik denk, en Daan Pijl is daar een goed voorbeeld van. Op een gegeven moment reken we een rondje met hem op Spa. Om hem nog de laatste trucjes te leren. En toen, na 2 rondjes zeg, gaan we naar binnen toe. Hij zegt, waarom moesten we al naar binnen? Ik zeg, ik kan jou niks meer leren. Jij doet alles goed. En ja, dat was nog maar in de Ford Fiesta. En alles wat hij daarna doet, doet hij goed. En dat is wel leuk om te zien. Dat je het toch goed gezien hebt bij het prille begin van de jongens. En dat is toch een soort ervaring die je door de jaren heen omarmd hebt. En voor zichzelf laat spreken. Zonder een drang van het moet. En als je een leuk joch hebt, is het makkelijk werken. Er zijn ook wat mindere leuke jongens langs geweest, is het wat moeilijker werken. Maar onderaan de streep, degene die het meeste focus hebben, die gaan het per schop. Max Jansen timmert ook lekker aan de weg en gaat dit seizoen een nieuw avontuur aan. Volgende maand hebben we de 24 uur van Spa. Die rijd ik samen met het team van Valkenhorst Motorsport. En dan met een Aston Martin GT3. Niet een BMW, maar ook een mega snelle auto. Dat is mijn andere programma voor dit jaar. Samen met Valkenhorst rijden we dan in de GT World Challenge Europa. En dan de endurance races doe ik dit jaar. Dat zijn 5 races in Europa en 5 lange afstandsraces zijn dat dan. En dat was het eerste gedeelte van deze blik achter de schermen. Na de onderbreking kijken we onder andere naar Priscilla Spilman. Op dit moment de enige vrouw in de Supercar Challenge. En tevens iemand die bij Volvo hard werkt aan een nieuwe vorm van automatisering. Graag tot zo. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hankook Tires, Febo, Operon, Collet Rental and Sales en Bad City. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hankook Tires, Febo, Operon, Collet Rental and Sales en Bad City. Welkom terug bij Autosport NL, het tv-programma over de Nederlandse autosport. Je kijkt naar een blik achter de schermen bij de Supercar Challenge, het Nederlandse GT- en Tourwagenkampioenschap dat dit seizoen alweer 24 jaar bestaat. We maken nader kennis met de coureurs en dit keer staan de schijnwerpers gericht op de 35 jaar oude Priscilla Spilman, op dit moment de enige vrouw in de Supercar Challenge. Zij valt op achter het stuur van de Golf deze jaar en tijdens haar werk in Zweden. Ik ben daar verification engineer voor zelfrijdende vrachtwagens. Dus dat houdt in dat ik het systeem test. Mocht er iets fout zijn, dan rapporteren we dat terug naar de developers.
Daar ben ik 5 jaar geleden mee begonnen. En daar ben ik doorgegroeid naar verification leader. Dus dan maak je de planningen voor de tests die gedaan moeten worden en geef je meer leiding. En vanaf 1 mei ben ik de hoofd van een testbaan geworden waar we al die tests uitvoeren. In het dagelijks leven is Priscilla dus bezig in de automobielindustrie. Maar ze is nog veel langer actief op het circuit. Hoe is ze in het racen beland? Dat komt eigenlijk een beetje door mijn vader. Die heeft altijd rally gereden en die is toen gaan karten. En als 3-jarig meisje ging ik altijd met hem mee. En dan mocht ik rondjes met hem meerijden op schoot. En ik weet het niet meer zo goed de eerste keer dat ik in een kart mocht rijden. Maar de verhalen zeggen dat ik... Mijn vader die had een touw vastgemaakt aan de kart. Maar ik begon te huilen dat hij eraf moest. Dus zo is het allemaal een beetje begonnen. Dames in de autosport is tegenwoordig niet meer zo bijzonder. Dat was jaren geleden nog wel anders. Voornamelijk toen ik in 125cc schakelkarts reed, dat je dan, dat ze dan dachten van, oh, dat is een meid die geven wel een tik in de remzone. Maar dan zei mijn vader van, dan kom ik binnen en ja, ze hebben dit gedaan. Ja, ga er maar weer uit en doe het maar terug. En dat, zo heb je dan respect gekregen van ze en dan, gewoon terug doen. Ik heb ook in de supercars gereden en heel veel mensen die zeggen, de mensen die daarin rijden, die zijn best wel gek. Maar het is wel, als ik bijvoorbeeld met de Jack Racing Day sta te kijken, dan denk ik in de wel van, dat gaat wel echt hard. Maar als je erin zit, dan is het, kan het eigenlijk niet harder gaan. Dankzij John van der Voort, die jarenlang actief is geweest in de Supercar Challenge en de autosport een warm hart toedraagt, is Priscilla Speelman in de Supercar Challenge beland. En dit seizoen komt Speelman wederom uit met de Golf TCR en staat nu tweede in het supersportklassement. Ik moet wel zeggen dat de Golf die ligt me wel echt als auto. Nu dit weekend op Oostjesleben heb ik wel wat meer moeite om dan... ik heb hier nog niet met een TCR auto gereden. Dus ik ben zelf ook nog een beetje mijn eigen grens aan het opzoeken. Maar elke sessie winnen we weer een beetje en komen we dichter bij De Witte en Schoonhoven. Priscilla Speelman komt al met regelmaat in de buurt van de eerste plaats, maar die heeft ze nog niet weten te pakken. En dus zit er nog meer in. Ja, we hebben net een beetje weer naar de data gekeken en dan denk je wel, als je alleen in de auto zit, denk je... Ja, ik zit hier al heel erg dicht bij de curbstone of bijna tracklimits en dan kijk je op de camerabeelden en dan is het... er is nog genoeg ruimte. Dus we zijn weer wat wijzer geworden en hopelijk kunnen we weer wat stappen maken morgen. Racen is duur en daarom is sponsoring onmisbaar in deze tak van sport. Sponsors kunnen zich natuurlijk altijd melden. We bieden pakketten aan. Het wordt natuurlijk uitgezonden, de race wordt uitgezonden op tv. Maar het is ook mogelijk om dan bij ons langs te komen tijdens het raceweekend. Geven we uitleg over de auto en dan kun je de autosport van dichtbij meemaken. En anders zijn er ook nog andere mogelijkheden als bijvoorbeeld op locatie. Dat eventuele sponsoren willen dat ik iets over de autosport vertel op locatie. We zijn heel flexibel, dus ik kan mezelf aanpassen naar wat de sponsor voor ogen heeft. En dat we goed samen kunnen werken. Priscilla Speelman neemt samen met Steven Terling deel in de supersportklasse dat al sinds jaar en dag een van de meest competitieve klassen is. En dat kwam met name tot uiting in 2018. Weet u het nog? De close finish in de Supersport 1-klasse tijdens race 2 van de Jumbo Race dagen? Nee? Ziet het nu en u hoort het originele commentaar van Frank Verhoeven. Dan gaat het daar eens goed voor zitten. De beslissing in de Supersport 1-klasse die begint vlammend met brandende pick-up bij de Seat van Dennis de Borst. Hij gaat tijdens de verplichte pitstop het stuur overgeven aan Stan van Oort. We krijgen in de slotfase 3 hoofdrolspelers. Wie daar niet bij zitten zijn Peter Schreurs en Marcel van der Maat. Hebben de BMW als winnaars van race 1 aan de kant moeten zetten met brandstoftoevoerproblemen. Het wordt een duel tussen Benjamin van den Berg, voor in beeld, René Steenbets en Stan van Oort. Dan dit moment. Let op wat er gebeurt. In de Tarzan gaat Jos Jansen er vanaf. We krijgen veel stof, maar nog belangrijker, we krijgen gele vlaggen. Rechts en links. Dan kun je zeggen, niet gezien door het stof. Maar Stan van Noord denkt, ik moet hier gaan knokken, want deze 3 mannen zijn zo aan elkaar gelaagd. En gaat hier voorbij René Steenbets.
En die denkt op zijn beurt van, hey jongens, kijk, kijk, kijk. Hij heeft ingehaald onder geel. Het komt aan op de laatste twee rondjes van de wedstrijd. Richting de finish. Driemaal naast elkaar. Wie gaat hier de zegen pakken? En doet de beste zaken in de strijd om de titel. Steenmetz probeert zich terug te knokken naar positie nummer 2. Maar Steenmetz wil meer. Tarzan bocht. Blijft hij op P2 of heeft Van Oort hierbij de exit de betere snelheid? Nee, het blijft 1, 2 en 3. Van Oort knokt naar P2. En dan is de vraag, wat gebeurt er bij de finish? Met z'n drieën naast elkaar. We nemen risico's, want iedereen wil de grote prijs op Zandvoort gaan winnen. Daar komt nog een aanval in de Hans-Ernstbocht van Stan van Oort. Aan de binnenkant komt hij net tekort ten opzichte van Benjamin van den Berg. Gaat die dan hier met de BMW voor de stunt zorgen? De vader van Stan van Oort kijkt vanuit de pitstraat en ziet drie mannen richting de Arie Luijendijkbocht gaan. In het wit, de BMW van Benjamin van den Berg. Daar zit hij hem daarna. Stan van Oort. Steenmetz lijkt geklopt. Lijkt geklopt. Zit op positie nummer 3 van den Berg op weg naar de zegen. Nee, daar komt Steenmetz op het lange rechte stuk. Drie man naast elkaar. Steenmetz wint voor Van Oort. 3 van den Berg. Wat een ontknoping. Wauw. Wat een gave finale van de Supersport 1-klasse. Het verschil bij de finish 0,028 seconden. Bizar. Spannend kon het niet, echt. Ik zag ze met z'n tweeën doorheen gaan. Ik denk, ik moet aan de binnenkant. En volgens mij kwam er wel zo'n stukje. Ja, dus we hebben gewoon een beetje revanche op gisteren genomen. Gisteren hadden we een communicatieprobleem en een dubbelcheckprobleem. Maar super. Mooi, hè? Later in 2018 volgde ook de spannende ontknoping van het Supersport 1 kampioenschap. Je hoort opnieuw het originele commentaar van Frank Verhoeven tijdens de finale races. Stan van Oort pakt na de pitstops de leiding door geen resultatenseconde, maar dan slaat het noodlot opnieuw toe. Geen vermogen meer in de auto. Een turboslang is losgeschoten. Hoe kan dit gebeuren op het meest cruciale moment van het seizoen? Zij worden slechts zesde. René Steenmetz wordt tweede en staat nog maar 11 punten achter in de strijd om de titel. Herkansing in race 2, de spanning neemt toe. Stan van Oort neemt de leiding in de wedstrijd. En Van Oort moet alleen maar gaan denken aan het kampioenschap. Vooral niet aan P1, P2. Kijk, hier vindt Schreurs de aansluiting. Maar let op wat er nu gebeurt. De auto voor in de beeld is Cor Euser. Die denkt, hé, daar komt Van Oort aan. En hé, pang, daar is in één keer Schreurs. Kies de verkeerde kant en het is klaar. En dat is echt jammer hoor, want ze waren gewoon sneller dan Stan van Oort en leek op weg te gaan naar de zegen. Die zegen gaat nu naar Stan van Oort en Dennis de Borst met de Cupra TCR. Het is titel nummer 3 voor het Febo Racing Team. De derde voor Dennis de Borst, de eerste voor Stan van Oort. En tot dusver deze blik achter de schermen bij de Supercar Challenge. Volgende week zijn we natuurlijk weer terug met Autosport NL. Graag tot dan. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hankook Tires, Febo, Operon, Collet Rental & Sales en Bad City.